Hallo iedereen. Hallo. Welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Hey, niet enthousiast. Rustig! Vandaag doen we een Q&A tussen Sam en zijn ex-vriendin Delphine. Dat was fijn, dankjewel. Nee, dus Sam en mijn bastard zus. Niet echt, maar toch. We zeggen daar. Ja. Ik zeg jullie dat ik het echt gevond vallen. Ben je ooit zonder onderbroek in het openbaar geweest? Nee. Nee? Jij wel? In het openbaar? Ik wel, één keer denk ik. Gewoon puur omdat ik er geen bij was toen, hè? Denk, ja, misschien wel één keer, ja. Ja, ja, ik denk het wel. Oh, en waren we toen samen was je toen samen met mij? Of? Ik denk na het zwemmen of zo. Maar ik ga geen onderbroek meer houden, weet ik, of dat die nat gewoon, weet ik veel. Oké. Als je die broeken dan. Kan ook. Als je voor één dag het andere geslacht zou zijn, wat was dan het eerste wat je zou doen? Ja, ik. Ja, maar ik kan je ook al doen. Ja, doe maar. Okay. Dit is een Q&A van de andere. Ja, echt? Ja. Dat wil ik toch eens weten hoe dat is. Ja, jullie staan recht, hè? Ja. En jij? Naar mijn borsten zitten. Aan mijn borsten zitten? Ja. Om eens kijken. Oké. Mirjam is op toilet. Als je een dier zou willen zijn, wat wil je dan zijn? Een olifant. Waarom? Omdat je dan de grootste en de slimste. Nobody's fucking with the elephant! Ik zou een giraf willen zijn, dat is de grootste. Ja, maar. En de slimste. Maar wie gaat. Nee, wie gaat winnen tussen een giraf en een olifant? Ik en hem. Want dan ben ik dikker. Ah ja, dat is misschien ook wel waar. Maar ik heb een nek en ik strangle. Oh! Ik wil er gewoon. Oh ja. Met mijn nek. Strangle heb ik al nog nooit gezien. Oh, wat jij zei? Een. Een kat. Ja, ja. Hij wil gestreven. Ik chill het, omdat ik kan gewoon de hele dag slapen. Iedereen aait me, iedereen ziet me graag en ik krijg eten. Je weet toch dat niet elke kat het zo goed heeft als hier bij ons? Nou, je hebt dan ook straatkatten. Maar je hebt ook straatgiraffen, hè? Ja, ook. Hier zit er al voor één, ik moet je altijd doen. Ja, hier heb ik ons. Ja, een olifant worden afgemaakt voor ons slacht dan. Ja. Oké, maar dan word ik wel gedragen, hè? Ja. Ja, er zitten ook vaak mensen op hun rug, hè? Wilt je dat? Ja. Ja. Maar ga maar door aan deze stap. Oké, kunt u uw neus aanraken met uw tong? Ja. Uw tong? Nee, uw neus met uw tong. Ja. Maar je moet dat trainen, dan kun je dat. Hé, goed. Annelies kan dat. Ja, ik heb dat geleerd van Annelies. Wat is dat? Few inches later. Oké, we zijn terug, hè? Oké, nice. We zijn er eigenlijk door, dus Stefan. Oké, volgende vraag. Wat is het vreemdste wat je aantrekkelijk vindt aan iemand? Ik weet het. Voor mij. Oh nee. Voeten. Vind je dat aantrekkelijk? Mooie voeten. Ja, aantrekkelijk. Vind je zelf de voeten aantrekkelijk? Ja. Kun je naar mijn voeten kijken en dan denken, oh, dat is... Je kijkt dat dan ja, denk... nee, niet zo. Nee, maar ik ben wel iemand die voeten niet vies vindt. Ja, maar vies of... Maar ik heb ook geen voetenfetish, maar ik denk wel, ik kan wel soms zijn voeten aanraken en zo. En ja, maar ja, aanraken en aantrekken. Ik vind het ook leuk als iemand mijn voeten masseert. Dat vind ik wel aantrekkelijk. Oké. Ik weet niet wat ik kan. Dus het aantrekkelijk is het durven om aan je voeten te komen. Ja. Oké. Maar ja, dat is toch iets raar, nee? Het vreemdste. Ja, dat is wel raar, ja. Of ja, het eerste waar ik altijd naar kijk bij een man, waar ik op val, zijn tanden. Dat is ook misschien raar. Nee, dat is niet raar, hè? Nee, maar iemand met een dat staat nummer 1 of zo. Ja, ik vind het echt vies als iemand kromme of hele gele kromme tanden heeft. Je hebt mooie rechte tanden, dat weet ik. Dank. Sam? Ja. Ik heb niet zo recht tanden. Jawel, je hebt ook mooie tanden. Maar jij? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Iets vreemd. Ik weet niet, wel als je zo zelfzeker bent of opvalt of zo als meisje, dat kan ook wel. Oh, wow! Dat was in de week, dat heb ik gezien. Hoezo? Oké, we gaan niet passen uit de week. Ik weet echt niks. Dat is saai, maar ik weet echt niet. En waar valt je dan voor?
Als iemand grappig is. Ah ja, oké. Okay. Dat zie ik wel bij u. Iemand die grappig is. Je bent een beetje grappig. Je bent zelf wel heel grappig. Oh. Ja, maar dat is wel. Ik vind Delphine wel een van de grappigste mensen die ik... Maar ook omdat je zo droog bent, en dat is wel mijn soort van grappig. Dat vind ik ook grappig. Ja. Weet je wat ik daar straks... Laatst was echt grappig. Ik ben zo single op dit moment dat ik... kriebels in mijn buik krijg als de, mijn schoonheidsspecialist mijn hand pakt. Ja. Oh, ja, oké. Okay. Zo is dat dan als je single bent. Oké, wat is een eigenschap aan jezelf die je zou willen veranderen als het kan? Ik ben soms te direct. Zo te droog en dan. Ja, oké. Okay. Dat begrijp ik wel. Maar ik vind dat niet per se een slechte eigenschap aan u. Ik heb dat wel graag. Ja. Maar ik snap wel dat mensen soms kunnen denken van oei, die flapt dat er zo uit of zo. Ja, ja, zwaar. Maar ik vind dat wel een goede eigenschap. Ik heb liever dat mensen direct zijn. Dan achterbaks. Ja. Sure that. Aan mezelf zou ik het liefst veranderen dat ik heel impulsief ben. Ja. Ja, dat komt ook. Misschien een beetje op neer. Ja, nee, op een andere manier. Ik ben ook wel direct, maar omdat ik er niet over nadenk of zo. Ja. We zullen samen iets doen. Ja. En jij? Ik zou net wel directer en impulsiever worden. Ah, niet impulsiever, maar minder over nadenken. Meer doen. Of zelfs zeker zijn en doen. Oké. Okay. Hey, dat komt goed met ons. Goeie balans. 2019, we're gonna change ourselves. Wij beïnvloeden Sam. Ja. Oei. Wat is iets wat je echt nooit van zijn leven zou durven? Nooit van mijn leven zou durven? Ik zou smakken. Zeggen, ik weet wat jij gaat zeggen. Ja, wat? Skydiver. Oh, bungee jump of uit een vliegtuig springen. Ik zou dat nooit van zijn leven doen. Nooit. Ik zou zelfs nooit van zijn leven een achtbaan gaan. Ja, als dan is bungee jump dan is dat wel heel ver weg, ja. Ik dak in mijn broek, denk ik. Dat kan gebeuren. Ja, heb je dat al voor gehad? En we gaan zo dakken. Ja, ik zou nooit zo iets super illegale doen dat je in een bak vliegt. Dat zou ik niet. Ja. Dat zou ik echt niet doen. Ja, dat is wel... En ja, ook mijn geweten. Ja, hier staat uw impulsiviteit toe. Ja, maar niet iemand vermoorden, maar nee, stel maar. Iets stelen of fraude plegen of... Wat kun je nog doen om in de bak te geraken? Je kunt veel doen om in de bak te geraken. Carjacking of zo, dat zou ik wel nog eerder doen dan een vliegtuig springen. Oh shit! Ja. Oh shit, ja. Dat zou ik echt eerder doen. Oké. Okay. Ik zou nooit in mijn leven een man kunnen kussen op de mond. Op de mond? Ja. Gewoon op de mond? Ja, nee. Sam. Ik vind dat vies. Nee. Ja, nee. Ik zou dat echt niet kunnen. Allee, jong. Gewoon een kusje op de mond. Dat is 1 seconde. Ja. Nee. Dat is, okay. Ik mag toch iets zeggen? Ja, dat is waar. Ja. Oké. Okay. Dat is waar, dat mag, hè. Heb je ooit iemand geslagen? Ja. Dat kan staan. Meerdere keren. Ja, sowieso mijn broer. Allee, dat is maar hij mij ook, hè. Ik heb geen broer of zo. Dus, hey, dan moet je moet vechten om er te slaan. Ja, ik snap dat wel. Broer en zus, dat ik ook wel... Maar hey, ik heb een broer heel graag. Dus... Ja. Jij? Nee. Nooit. Hey. Nee. Ik ook niet. Jawel. Jawel, want op stap toen. Ah ja, oh ja. Was je daarbij? Nee. Ik heb iemand op stap geslagen ooit. Ja. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar. Dit is de video waar alle geheimen Nee, maar sorry, maar dat was echt heel terecht. Die gooide heel tijd drank over mij en zo. En over mijn vriendinnen. Gewoon puur. Om niks. Ja, dus ja. Delphine, wat wil je later worden? Ik weet dat echt niet. Nee? Ik heb echt geen plan, ik heb geen visie. Ik word gewoon gelukkig. Ik word er wel heel blij, ja. Dank jij. Ja, je hebt toch een job. Ja, maar ik zou wel de job wat ik nu doe, zou ik meer als, hoe zeg je dat, verantwoordelijke zou willen doen. Ja, oké, okay, dan ben je op zich al een beetje. Ja, je bent al. Ja, de baas, ja. Een hogere functie, ja, in mijn eigen. Ja. Ik zou wel nooit
weten wat ik zou doen als ik deze job niet had. Ja, ik zou terug verkoopster verkopen. Ah, dat weet je niet. Je weet nooit wat er gebeurt. Maar er is niet zo dat ik een droom heb van oh, deze job zou ik willen doen. Want die job wat mijn droom is, heb ik nu. Dus ja. Heb je ooit in een zwembad geplast? Ja. We gaan tellen tot drie. Eén. Een zwembad? Zwembad. 1, 2, 3. Ja. Nee. In een zwembad, Sam. Maar als heel, ik was heel klein. Als je klein ja, okay. Ik was echt als heel ik klein. Ik kan me herinneren, weet ik wel. Oh, ik denk ik wel. Toen ik nog 15 of 16 was of zo'n hengel. Nee, jong. Ik ging uit het zwembad. Ik was echt jong. Maar. Ja, dan was je zo met je vrienden en je vriendinnen in het zwembad en dan ging je toch niet naar de. En ging je dan met je benen openstaan? Of? Nee, gewoon. Niemand weet dat toch? En in de zee. Hoe is warm hier ineens? In de zee. Ja, hebben we zelfs al met ons drie samen gepiest in de zee? Nee, jawel, nee, deze vakantie. Ik zei, je mocht dat niet doen, want dat is gevaarlijk ja. Als meisje. Je hoorde het. En daarna had ik een blaasontsteking in Amerika dit jaar. Ja, okay. Ja, toen ben ik wat, echt als je niet gaan halen die week toen jij weg was. Helaas. Ja. Natuurlijk, wij hebben doen? Samen geplast toen aan de zee. Ja, meermaals. Wow. Oké, okay, wat is tot nu toe uw lievelingsleeftijd? Nu. Nu? Nee, ik wil echt niet. Allee, ik zou graag oud willen worden, maar dat is echt top een job. Gewoon een beetje studeren, vrij. Ja. Ik weet het niet eigenlijk. Ik, dat is heel raar, maar ik denk vaak dat ik nog jonger ben dan dat ik ben. Je kunt het beter voelen dan zo. Ik denk vaak, oh, ik ben nog maar 21 en dan denk ik, shit, ik word 28. Holy moly! 28, hè? Dat is bijna 30, hè? Shit, man. Ja, dat denk ik wel soms. Maar, ik weet niet. Maar zolang je maar niet zo saai volwassen wordt, dan nee, denk ik... Nee, dat wil ik wel niet. Maar nu vind ik ook langs de ene kant een niet leuke leeftijd, want heel veel van mijn leeftijdsgenoten krijgen kinderen, zijn getrouwd. Ja, ik vond net voor dit vond ik het fijn. Zo'n ja, 25 ik zo. Ik vond ook 25. Ga je ja. Nog leuke dingen. Kun je nog net zo wel op stap doen. En amuseren en ja, je gekke dingen zo, doen. Ja, maar als je nu op stap gaat, dan word je al zo bekeken alsof je oud bent. Tenzij je Delphine bij hebt. Dan overal alles oké. Okay. Dat is waar. Wat is je favoriete film? Film. Je weet mij niet normaal. Oh, ik moet nadenken. Ja, The Hobbit. Nee, oh, Lord of the Rings of The Hobbit. De derde van The Lord of the Rings of zoiets. Nee, op zich, ja, ik heb daar geen favoriet op, maar die series wel, ja. The Hobbit en The Lord of the Rings. En dan had je gezien. Mijn favoriet is Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain. Echt waar? Dat is een heel rare film heel op zich. Ja. Een heel beetje saai ook, maar toch vind ik dan. Toch is ja, dat ik wel, vind ja. Dat saai film, maar dat is op zich wel chic om eens te zien. Dat verhaal is ook mooi. En u? Ik moet echt nadenken, oh joh. Vroeger vond ik Last Holiday altijd zo leuk. Oh dat ja, zo dat vond ik ook een leuk. En altijd opnieuw janken. Ik ken dat niet. Maar zo'n films als Gone Girl of zo vond ik ook goed. Of ja, die van de hotel, hoe noemde die? The Strip, nee. Of maar de nieuwe horror, film van horror, Black Mirror. Nee, horror kijk ik ook niet. Daar kan ik echt niet kijken. Oké, wie is uw favoriete real life held? Mijn broer. Mijn papa. Sowieso mijn papa. Real, maar in mijn leven zo. Ja, real life. Real life. Ik weet het niet eigenlijk. Nee, papa. Shalom. Die ja, wel, mijn ouders sowieso. Allee, daar kijk ik sowieso nog op. Dan zal het maar held, hè, dat is mannelijk. Anders zou ik ook mijn ouders zeggen, maar. Ja. Maar je hebt een broer, ja. Oké. Dad. Oké, ik ga de vlog hier afsluiten, want de Q&A is heel lang. Dus het vervolg van de Q&A gaan jullie morgen zien. Tot morgen! Oh!